bij Coruit Fine Foods branden wij koffie, al van sedert 1937, en bottelen wij wijn. Wij versnijden ook kaas, harde kaas en zachte kaas. Wij bakken brood, wij versnijden vlees, wij portioneren vlees, wij maken vleesbereidingen, charcuterie, dat soort dingen. Al onze producten worden eigenlijk vermarkt intern in de Coruit Groep. En daarmee zetten wij een omzet neer van 520 miljoen euro op jaarbasis. Waardoor dat wij behoren tot de 10 grootste voedingsbedrijven van België. Voor de productie van charcuterie en versbereide maaltijden werd een volledig nieuwe fabriek gebouwd. De site Fine Food Me 2. Dankzij state-of-the-art machines en automatisering verloopt het productieproces nu een stuk efficiënter. We hebben heel wat extra ruimte gecreëerd. Die hebben we gedeeltelijk ingevuld door veel machines in lijn te gaan zetten. Wat natuurlijk veel handelingen wegneemt, veel tussenstokniveaus verlaagt, maar ook wel veel meer vergt van onze machines. Verder hebben we uitzendend PLC gestuurde machines om onze kwaliteit van de producten te garanderen. We zijn daar voorbij de wettelijke vereisten gegaan. We hebben geprobeerd om te anticiperen op toekomstige normen. Bij het ontwerp van de nieuwe site werd resoluut gekozen voor multifunctionaliteit. Het gebouw kan makkelijk een nieuwe invulling krijgen als dat nodig zou blijken. Het ontwerp hield ook rekening met de ecologische voetafdruk. Voor ons is ecologie en duurzaamheid zeer belangrijk. 70% van het water dat wij nu gebruiken in de fabriek is gerecycleerd. Elektriciteit bijvoorbeeld, ook daar 70% is afkomstig van onze windturbines, onze eigen windturbines. En wij maken gebruik van een ammoniakgebaseerde koeling dat nul impact heeft op global warming. Tijdens de bouw van de nieuwe fabriek werden de medewerkers nauw betrokken en kregen ze via bijkomende opleidingen de kans om door te groeien. De hele omschakeling gebeurde zonder ontslagen. Wij hebben bij dit project de mensen betrokken in die zin dat wij ze hebben samengezet in verschillende werkgroepen. We hebben mensen bevraagd, mensen hebben de kans gekregen om vragen te stellen, hebben daar telkens individueel een antwoord op gegeven. En we zien ook eigenlijk het resultaat dat mensen kunnen doorgroeien in die zin dat er een nieuwe organisatie is, een nieuwe technologie. En mensen hebben zich ook moeten aanpassen aan een nieuwe situatie. Daarvoor hebben wij opleiding gegeven. Ze zijn ook doorgegroeid doordat wij bepaalde mensen hebben kunnen opvissen in de organisatie. En we hebben die dan kunnen neerzetten in andere afdelingen, zoals planningafdeling of een administratieve afdeling. Dus er zijn wel voordelen voor de mensen geweest, absoluut.